Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spitter, pieter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Spitter, pieter, pater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Hier is het bezuinde, meneer. Prima. Wacht hier op me. Lispel, jij weer. Ho, ho, ho. Wat een ontvangst. Ik heb nieuwe informatie voor je. Wat? Gaat Alfred naar het thuisland? Ja. Maar waarom dan? Wat denk je? Het moet iets te maken hebben met die zwarte eenden die bij hem logeren. Precies. Of hebben zij hem misschien gevraagd om iets naar dat land te smokkelen? Bijna. Die zwarte eenden zijn van plan om terug te gaan naar het thuisland. Maar ze hebben nu hun verblijfsvergunning. Ze kunnen gemakkelijk hier blijven wonen. Waarom willen ze dan terug naar het thuisland? Dat weet ik niet. Ze moeten iets van plan zijn. Jij hebt een familielid in het thuisland, hè? Dat heb je me verteld. Ja, ja, dat klopt. Maar gaat Alfred met ze mee? En hoe gaan ze daar naartoe? Weet jij dat toevallig ook, Lispel? Geef het me eerst maar. Geef wat? Kom nou, mijn betaling natuurlijk. Oh, geld, wat ben je toch hebberig. Alfred? Ja? Ik maak me zorgen. Denk je dat mijn ouders veilig in hun land zullen aankomen? Geen zorgen. De kapitein is zeer betrouwbaar en ik ga met ze mee. Dat weet ik. Maar dan beginnen de problemen pas. Eerlijk gezegd ken ik de toestand in jullie land niet echt goed. Ik heb gehoord hoe de ganzen de zwarte eenden behandelen. Maar ik heb het niet met mijn eigen ogen gezien. Maar ik zal mijn uiterste best doen om je ouders in contact te brengen met de andere eenden die vechten tegen de onderdrukking van de ganzen. Dank je, Alfred. Dank je. Maak je maar geen zorgen, Winnie. Kom op, Tom. Opschieten. Het is bedtijd. Maar Winnie dan, mama. Kijk. Die is al een stuk ouder en ze heeft vast iets belangrijks te bespreken met Alfred. Mama. Wat is er? Mag ik ook met jullie meegaan? Mag ik mee naar het thuisland? Dat kan niet, Tom. Het is veiliger als je hier blijft bij Winnie. Maar dat wil ik niet. Ik wil met jullie gaan. Je moet flink zijn, Tom. Gedrag je niet als een baby. Maar mama... We weten niet eens zeker of we bij elkaar kunnen blijven wonen in het thuisland. De politie zal proberen ons te arresteren als ze merken dat we terecht zijn. Mama... Nou, wel te rusten, Tom. Wel te rusten, mama. Wel te rusten, papa. Wel te rusten, Tom. Hij is nog zo klein, liefling. Maak je daar maar geen zorgen over. Winnie let wel op hem. Waar is Winnie? Ze zit daar te praten met Alfred. Ah, dat dacht ik al. Wat? Ik geloof, Blanche, dat ze verliefd op elkaar zijn. Dat denk ik ook. En hier kan dat? Ja, zolang als ze hier blijft, hoeven we ons over haar geen zorgen te maken. Thuisland is het oord waar je hoort.
waar je huis staat, waar je altijd weer heel graag naartoe gaat. Pas goed op jezelf en op Tom, oké? Papa. We hebben nog een passagier voor het thuisland. Echt waar? Hij hoorde dat dit schip naar Zwarterdam in het thuisland ging en vroeg of hij mee kon. Dat is toch geen probleem voor jou, hè? Nee hoor, natuurlijk niet. Maar heeft u iemand verteld dat we naar het thuisland gaan, kapitein? Nee, niemand. Ik vraag me af wie dat is. Dag, Alfred. Dat is lang geleden, Wannes. Oh, jullie kennen elkaar. Ja, we hebben samen op school gezeten. Ben jij die andere passagier voor het thuisland? Is daar iets op tegen? Nee, niks hoor. Maar de meeste dieren gaan niet zo vaak naar dat land. Jij gaat toch ook niet, waar? Ja, ja. Met die zwarte eenden. Hè? Huh? Huh? Ja, Wannes, dat zijn vrienden van me. Ik ga een tijdje bij ze logeren. Logeren, hè? Precies, logeren. Ik heb een uitnodiging gekregen van een neef van me die in het thuisland woont. Het is een prachtig land, vind je niet? Dan weet je waarschijnlijk niet zoveel van dat land, hè? Nou, meer dan jij, denk ik. Mijn neef schrijft mij vaak. Dus dan heb je ook iets gehoord over de apartheid daar? Ja, ja, ik vind dat prima. Heel goed zelfs. Wannes. Dag, Winnie. Dag, Winnie. Dag, Tom. Pas goed op en wees voorzichtig. Tot ziens. Daar. Alles waarvan je houdt, dat woont daar. In dat thuis. Oh, lieveling. Wat een prachtig schip, hè? Ja, zullen we eens beneden deks gaan kijken? Wie had dit nou verwacht, hè? Het leek wel alsof we op vakantie zijn. Ja, maar ik maak me wel zorgen. Waarover? Ik vraag me af waarom Wannes hier op het schip is. Is hij dan geen vriend van je? Hij is zeker geen vriend. Gewoon een kennis. Hij is namelijk de vriend van een man die Dolf heet. Die Dolf heet? Die heeft geprobeerd dictator van Groot Waterland te worden. Het schijnt dat hij nu in het buitenland is. Een vriend van een dictator, hè? Wannes zegt dat hij het thuisland een prima land vindt. En daarom gaat hij er natuurlijk heen. Maar ik vraag me wel af hoe hij erachter is gekomen dat dit schip naar het thuisland gaat. Gaan de andere passagiers daar dan niet naartoe? Nee, die varen door naar een ander land. Ik heb kapitein Stoppel gevraagd om ons af te zetten in Zwarterdam. Maar hij heeft dat aan helemaal niemand verteld, zegt hij. En ik heb het ook aan niemand verteld. Toch heeft iemand het aan Wannes verteld. Zullen we een aperitiefje nemen? Oh, lekker, schat. Wat neem jij? Hier is het, meneer. Dit is mijn tafel niet. Ik weet het zeker. Dit is echt uw tafel. Dat moet een vergissing zijn. Nee, meneer. Zeker niet. Hou je mond. Ik wil niet naar zwarte eenden zitten. Begrepen? Hé, hey, Wannes! Wat is er? Bied onmiddellijk je excuses aan deze eenden aan. En waarom zou ik dat doen, Alfred? Heb je dan niet in de gaten hoe ongelooflijk onbeschoft je bent? Dat ben ik helemaal niet. Wat? Excuses! Vergeet het maar. Jij domme gans! Hou op, Alfred! Maar deze gans is onbeschoft. Als je een dwaas serieus neemt, dan ben je zelf een dwaas. Hé, huh? Hey, wat zei jij daar, zwarte? Kom op, Alfred. Laten we weer gaan zitten. Wacht! Oh, ik zei dat je moest. Wilt u zich alsjeblieft een beetje gedragen? Dek een andere tafel voor deze heer. Jawel. Deze kant op, alstublieft. Nee, die tafel is veel te oud. Dat kunnen we onze gast niet aandoen. Oh. Misschien die tafel daar achter bij het raam? Nee, die heeft het mooiste uitzicht. Die is voor mij gereserveerd. Ja. Kijk, die daar dan maar. Die tafel vlak naast de wc.
Wat sta je nou te kijken, Winnie? O, Tom, ik vraag die sterren of ze ons ouders altijd willen beschermen. Alleen onze ouders? Wat? Nee, Alfred natuurlijk ook, Tom. Tom, je kent het echt niet. Wow. Hup, weg, jij naar bed. Ja? Sorry als ik u stoor. Kunt u een telegram versturen vanaf dit schip? Ja, dat is mogelijk. Niemand wil het namelijk doen. Iedereen zegt dat ik het aan u moet vragen. Waar moet dat telegram dan naartoe? Het moet naar Zwarterdam. Ja, dat kan wel, ja. Mag ik het telegram even zien? Dat is moeilijk te lezen. Aan het politiebureau in Zwarterdam. Meneer en mevrouw Kwawana zijn aan boord van de Zonneschijn en dit schip arriveert op... Kapitein, die Wana's zijn een tijdje geleden illegaal hun land uitgevlucht. Wist u dat wel? Nee. Dat betekent dat ze hoogverraad gepleegd hebben. Ze maken op mij geen slechte indruk. Zij hebben de wetten van hun land overtreden, dat doen alleen slechte dieren. Daar heb ik een andere mening over. In ieder geval kan ik dit telegram niet versturen. En waarom niet? De Wana's zijn goede vrienden van Alfred. En Alfred is weer een hele goede vriend van mij. Ik kan u echt niet helpen bij hun arrestatie. Nou, geeft u het dan maar weer terug. Het is ook niet nodig om het nu te versturen. Ik doe het morgen wel als we afmeren. In Jaloy. Hup, zakken maar! Hup! Haal hem in de lengte! Kijk, Wannes gaat ook van het schip af. Gaat hij dan niet mee naar het thuisland? Ik hoop het. Ik hoef zijn gezicht nooit meer te zien. Hij komt zo weer terug, vrees ik. Hij gaat alleen maar een telegram versturen om jullie aan te geven bij de politie van jullie land. Oh, wat nou weer? Dank u. Verdorie. Hé, Wannes, wacht! Dat heeft geen zin, Alfred. Zelfs als je hem nu zou tegenhouden, dan belt hij de politie zo gauw we in Zwarterdam zijn. Maar we kunnen ze toch niet laten arresteren, kapitein? Dat mag niet, absoluut niet. Ja, waarom gaan jullie niet hier van het schip af en proberen jullie niet over het land terug te gaan? Kapitein Stoppel? Wat is er, Alfred? Ik heb een plan, maar daarvoor heb ik uw hulp nodig. Zeg het maar. Als het kan, zal ik het doen. Picobello, met uw hulp zal het zeker lukken. Huh? Morgen komen we aan in het thuisland, hè? Oh, geen antwoord, hè? Nou, ik was ook wel erg onbeschoft gisteren. Ik heb trouwens gehoord dat u bij de Zwarte Eenden een held bent. Zullen we teruggaan naar onze hut? Ja. Als wij in Zwarterdam komen morgen, krijgt u een echte heldenontvangst. Een echte heldenontvangst, ja. Zachtjes. Kalm aan, kalm aan. Kapitein, we zijn klaar. Heel erg bedankt, kapitein. We zijn u echt dankbaar. We zullen dit nooit vergeten. Wel, nee. Het is een kleinigheid. Over ongeveer 4 minuten zijn we het dichtst bij het land. En dan laten we de reddingsboot in het water zakken. Stapt u alvast maar in. Dat is goed. Tot ziens, Alfred. Het gaat je goed. Voorzichtig, Kwa. Heel erg bedankt, Alfred. Pas goed op jezelf, Blanche. Ik hoop dat we elkaar nog eens zullen zien. Tuurlijk. Maar als dat niet zo is, zorg je dan goed voor onze kinderen. Maak je geen zorgen. We zien elkaar snel weer. Stap snel in de boot, Blanche. We zijn al heel dicht bij het land. Laat de boot zakken. Ze ontdekken natuurlijk dat deze boot hier weg is. En die moet dan wel gestolen zijn. Maar niemand weet wanneer dat gebeurd is, want niemand heeft iets gezien. Begrepen? Ja, begrepen, kapitein.
Hé, wat is hier aan de hand? Uit de weg, opzij! Ik ben de kapitein van dit schip en ik wil weten wat er aan de hand is. We zijn op zoek naar Quawana. Die is aan boord, hè? Ja. Quawana en zijn vrouw worden beschuldigd van hoogverraad. Waar zijn zij, kapitein? Nou, ik heb ze nog niet gezien vandaag, dus misschien zijn ze nog in hun hut. Oké, naar de hutten. Laat ze niet ontsnappen. Wannes, waarom zijn die hier? Ze komen je vrienden arresteren, Alfred. Het spijt me. Dat verbaast me. Hoe weet de politie van het thuisland nou dat ze hier aan boord zijn? Misschien zijn ze helderziende. Ja, ja. Helderziende. Dat ligt voor de hand, ja, ja. Niemand in de hut, sergeant. Niemand? Heb je goed gekeken? Nee, niemand. We hebben in alle hoeken gekeken. Zoek dan overal. Doorzoek het hele schip. Ze moeten zich ergens verborgen houden. Kom alles uit. Ja, sergeant. Verspreiden en overal zoeken. Ja, ja. Helderziende, hè? Waar zijn die twee zwarten heen gegaan die hier waren? Dat weet ik niet. Ze zeggen dat er een boot weg is. Dus waarschijnlijk zijn ze ontsnapt voordat we in Zwarterdam kwamen. Alfred Jodocus Kwak. De burgemeester heeft besloten dat je nog precies 2 dagen hier in dit land mag blijven. En daar zou ik maar dankbaar voor zijn, want dat is alleen omdat je blank bent. Maar 2 dagen, hè? Oké, in die 2 dagen zal ik proberen zoveel mogelijk te zien van de discriminatie en de apartheid in dit land. In de zwarte storm zit een witte kuil, die zo lijkt het wel op de zwarte drijft. Op sommige zitten er wel 2, op weer andere zitten er wel 6. Zeg, vertel mij eens, hoe komt dat nou zo? Doodgewoon, het is zomaar een spel. En dat spel, dat heet Domino. Regen in het zuiden en in het noorden. Alfred Jodocus Kwak, hè? Kom mee. Snel! Heb jij geen honger, jongen? Ik heb al een hele tijd niets gegeten. Wauw, dat ziet er lekker uit. Kijk. We moeten opschieten. Iedereen wacht op ons. Maak je geen zorgen. Laten we iets gaan eten. Huh? Daar hebben we geen tijd voor. En u weet toch dat ik in deze winkel niet in mag, hè? Wauw, wat een eten. Kijk nou toch, wat lekker. Kijk eens in de ruit van de winkel. Er staat een witte gans naar ons te kijken achter een lantaarnpaal. Zie je hem? Wat? Hij is een spion van de politie en achtervolgt ons de hele tijd al. Oh nee, als hij onze schuilplaats ontdekt, krijgen we een probleem. We moeten hem hoe dan ook zien kwijt te raken. Hé, jullie daar, ga weg. Als jullie me lastig vallen, roep ik de politie. Hebben jullie dat begrepen, hè? Donder op jou. Jou lastig vallen? Dat kan. Wat? Ik zal ervoor zorgen dat je heel erg veel last van ons hebt. Ik ga je hele winkel kapot slaan. Hé, wat denk je wel? Help! Politie! Ik word aangevallen. Dus blijf dicht bij mij. Hey, Wannes! Oh. Dit houdt je wel tegen. Oh. Zo. Au. Zo. Ik ben geen verdacht persoon. Kijkt u maar naar de foto in mijn paspoort. Op die foto ben jij niet rood. Ik werk samen met de politie. Dan kan je me toch niet arresteren, man. Oh. Hier is het. Ah, dank je. We moeten doorgaan met de strijd.
Toen ik in Groot Waterland was, wilde ik teruggaan naar mijn kameraden die vechten tegen die afschuwelijke apartheid. Dat bleef mijn overtuiging, ook toen ik in het buitenland was. Gelukkig heb ik daar een geweldige jongeman ontmoet. En met de hulp van deze dappere jongeman was ik in staat bij u terug te komen. Hij komt hier nu net binnen. Dames en heren, alsjeblieft een hartelijke welkom voor Alfred Jodokus Kwak. Ik ben blij je weer te zien, Alfred. Wil je ook iets zeggen tegen iedereen hier, Alfred? Iedereen wil heel erg graag jouw mening horen. In de korte tijd dat ik hier was, heb ik gezien wat de discriminatie en de apartheid in uw land betekent. En ik zal nooit vergeten wat ik hier heb gezien. Als ik terug ben in mijn land, zal ik met zoveel mogelijk dieren praten over deze afschuwelijke toestand. En als het noodzakelijk en mogelijk is, zal ik mijn best doen om u te helpen. Eens zult u overwinnen. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Ik was wel vaak heel vrolijk, heel vrolijk. Maar zo behoorlijk vrolijk was ik tot nog toe nooit. Soms is hij